ben Filip, ben cytoloog en ik heb die opleiding gevolgd bij Sintra Limburg in Hasselt. Ik werkte al enkele jaren voor Duvel Moordgat in het bezoekerscentrum van de brouwerij. Dus het was heel toepasselijk dat ik die cursus zou volgen om dan nog meer en gerichter de kennis naar de klant te kunnen overbrengen. Dus de opleiding start natuurlijk met de basis van ingrediënten. Hoe gaan we bier maken? Vervolgens wordt er dan ook geproefd, leren proeven. Alles wat je gaat waarnemen in geuren en smaken eigenlijk. En dan in een latere fase, hoe ga ik perfect bier serveren? En de combinatie van voeding en bier, dus eigenlijk de food pairing zoals we dat nu noemen. Het was een van de opleidingen die dat werden verzorgd door allemaal mensen die uit de bierwereld kwamen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk gegeven geweest waarom dat ik daarvoor gekozen had. Dus de docenten eigenlijk, die kwamen allemaal uit verschillende brouwerijen. Dankzij dat diploma dat ik dan gehaald heb, zijn we ons hier verder op de brouwerij gaan toeleggen op food pairing, kaas en bier. En ook nog wel andere toepassingen uiteraard. Maar het is ook heel belangrijk, degustaties inrichten naar onze klanten toe. Dat is eigenlijk toch een van de hoofdzaken. Hallo, ik ben Nicolas Soene en ik werk als docent bij Sintra in de opleiding Cytologie. This is not a Trappist beer, this is an Abbey beer. Een rode draad doorheen de opleiding is sowieso ook degustatie van bier, dus dat komt echt elke les aan bod. En daarnaast wordt er ook gepraat over de geschiedenis van het bier, bier en gezondheid. En het sluitstuk van de opleiding is eigenlijk bier en gastronomie. Dat is onmiddellijk ook de reden waarom dat de meeste cursisten de opleiding beginnen te volgen, omdat ze meer thuis willen zijn in specifieke gegevens van bier en gastronomie. Er zit zeker toekomst in de opleiding. Ja, bier momenteel is in de opmars, overal, en zeker speciaal bier. En ja, ik ben daar trouwens, denk ik zelf, het levende bewijs van. Door het feit dat ik dankzij die opleiding Cytologie uiteindelijk de titel van bierambassadeur bij Duvel Moordgat heb kunnen verwerven. Dat is echt dankzij die opleiding. Maar daarnaast ken ik heel veel afgestudeerden die ofwel degustaties geven tegenwoordig, of als gids werkzaam zijn voor een brouwerij, of bijvoorbeeld al voor een brouwerij werkte, maar die extra kennis daarvoor kunnen aanwenden. Of bijvoorbeeld in de horecasector kan die kennis natuurlijk ook zeer goed aangewend worden. Ook zin in een opleiding cytoloog of bierkenner? Het volledige opleidingsaanbod vind je op deze website.